Minister Ruben Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft afgelopen vrijdag een ontmoeting gehad met de totale visserijsector. De minister heeft aan het begin van de meeting de belanghebbenden gevraagd om in alle openheid en eerlijkheid de zaken te bespreken die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de sector. Dit is van belang voor de daadwerkelijke ordening. Het visserscollectief is vol lof over de openheid en transparantie van Parmisser. Volgens secretaris Mark Lal stelt dit het visserscollectief gerust en wekt vertrouwen op. Minister Parmisser deed daarop een dringend beroep op de belanghebbenden om elke woensdag overleg te voeren totdat alle problemen zijn afgehandeld. De sector bood de minister daarop een document aan met de aandachtspunten die besproken moeten worden. Kolonel Jerry Slijngaard ging in op de keuze van de kustwacht voor het vesselmonitoringsysteem. De sector die nog altijd moeite heeft met de keuze van het systeem mag binnen 2 weken een alternatief presenteren. Het alternatief monitoringsysteem moet wel voldoen aan de gestelde eisen en criteria. Het systeem mag volgens veiligheidsstandaarden niet worden gemonitord door derden en of worden gemanipuleerd.